Oh mijn god jongens, het eiland van Blue Lake is door de map aan het bewegen. Nee jongens, dit is niet nep. Op het moment dat ik dit opneem, is het eiland van Blue Lake om de map aan het draaien. En we weten niet wat er gaat gebeuren. Maar vandaag in deze video ga ik het met jullie over hebben. Want hij is dus al een paar keer veranderd van plek. Want terwijl ik gisteravond op mijn telefoon en beneden de box aan het kijken was, werd er naar mij getweet van, yo Chesto, het eiland is aan het bewegen. En zag ik verschillende mensen over tweeten. Toen dacht ik, oh, hier gaat iets gebeuren. En er is inderdaad wat gebeurd. Dus vandaag ga ik dat in deze video laten zien. Want ik wilde eigenlijk vandaag een andere video uploaden dan deze. Maar dit is wel eventjes breaking news wat ik met jullie wil gaan bespreken. Omdat er misschien een live event aan zit te komen. Waar ik later in deze video voor terugkom. Maar mocht deze video natuurlijk alvast leuk vinden, laat het dan eventjes weten door middel van een blauw duimpje omhoog. Gaat natuurlijk enorm. En als je nou nieuw bent op mijn kanaal, abonneer dan nu eventjes. En dan gaan wij gewoon in deze video het hebben over de kubus die nog steeds in de game zijn. Want de kubus is dus nog steeds niet gestopt met het bewegen door de map. Want hij is weer bezig jongens. Maar ik ben zo erg benieuwd wat er gaat gebeuren. We gaan dadelijk naar een playground potje om eventjes wat dingetjes te bekijken. En verder in deze video ga ik jullie wat dingen vertellen. Dus kijk gewoon deze video en laat vooral aan het eind van de video in de comments achter wat jij denkt dat er gaat gebeuren. Want we zijn dus nog niet klaar jongens. Laten we eventjes alles om een rijtje zetten. Want ja, we hebben eigenlijk nog steeds geen officieel live event gehad. Wat wij van seizoen 4 naar seizoen 5 wel hebben gehad met de raket natuurlijk. En we hebben natuurlijk wel in seizoen 5 gehad dat de kubus in de map kwam. Door middel van de rift in de lucht en door de map is gaan rollen. En uiteindelijk Blue Lake in het gesmolten. En aan het begin van seizoen 6 de trailer te zien was. Waardoor het eiland van Blue Lake de lucht in werd geblazen. En eigenlijk tot de dag van gisteravond vast heeft gehangen op de plek waar hij hoorde te hangen. Daar is hij natuurlijk nu weg. Hij is nu doorgezwoven naar andere verschillende plekjes natuurlijk. Ik zeg inderdaad gezwoven jongens, dat is een meme uit de stream. Dus verbeter me niet, het is, ik weet dat het verkeerd is, oké? Maar, wij gaan dus zo meteen een playground potje in om te kijken hoe en wat er allemaal gebeurd is. Maar ik wil het eerst eventjes hebben over wat er dus inderdaad gebeurd is. Deze, ja, kubus slash eiland, ik noem het nog steeds gewoon de kubus, is dus nu om naar de ruins aan het gaan in de map. En ja, zoals weten, mensen weten die seizoen 6 hebben gespeeld, er zijn nu allemaal bruine vlekken in de map met natuurlijk de tekens wie de kubus heeft achtergelaten. En dit eiland is op dit moment naar alle plekken aan het zweven waar dat heeft en laat daar mini vulkaankraters achter waar een soort van paars lava in zit. En dat is misschien de aanduiding dat wij daadwerkelijk een vulkaan gaan krijgen in Fortnite Battle Royale. Maar dat ga ik jullie straks laten zien door middel van wat ik denk. En daar gaan we daar op uitkomen. Maar we gaan nu eerst even naar een playground potje. En dan gaan we landen naar de plek waar hij eigenlijk aan het zweven was. Dus ja, laten we de playground mesh ingaan. Oh mijn god jongens, je kan het eigenlijk op de map al best wel goed zien. Hij is echt al een heel erg stuk verplaatst van hier naar eigenlijk al deze ruin hier bij Pleasant Park. En ik schrik hier wel een beetje van, want het is echt best wel ver. Want ik heb op Twitter namelijk wat dingetjes gezien van dat hij al bij Fatal Feuds gespot is op dit plekje. En hier zo bij Dusty Devo. En deze berg hier. En nu is hij dus eigenlijk alweer bij dit stukje aangekomen. Maar we gaan nu als eerst landen waar ja, het eiland eigenlijk als eerst aan het zweven was hier zo. Dus laten we de bus uitgaan. En dan nog steeds naar de plek die dus nog wel er zo uitziet. Eventjes daar beginnen met landen en daarna gaan kijken hoe of wat het er daar uitziet. Want ja, zoals je ziet, er zit nog steeds een krater in de grond met het paarse, ja, draaikolkje noem ik het maar. En we gaan eventjes daar naartoe om te kijken wat het is. Want misschien blijft het wel een ding die gewoon cinematic gewoon door de map blijft draaien dit hele seizoen door. Dat zou wel heel erg lijf zijn, dat als je erop staat of zo, dat die random opeens van deze rune naar deze rune street. Dat zou best wel heel goed kunnen. Maar we landen natuurlijk eerst op de plek waar het huis ja, zeg maar vast in de lucht stond. En dat is ongeveer 2 dagen lang geweest. En laten we als eerst beginnen natuurlijk met de plek. Want Blue Lake is natuurlijk al vanaf seizoen 1, als dat Battle Royale uitkwam, een plek geweest in de game die er eigenlijk al vanaf het begin in zat. Het is nooit echt veranderd. Het huis stond er al vanaf het begin tot eigenlijk nu. Dus wat ik denk, dat stel daadwerkelijk dit zou verdwijnen. Stel de vulkaan, of hoe je het wil noemen, het eiland, noem het eiland eventjes, zou verdwijnen. Dan zou dit op dit moment, hoe het er nu uitziet, nog steeds een chille lootplek zijn. We zitten natuurlijk in playground, dus laten we daar even rekening mee houden. Maar als je kijkt, er ligt toch wel voldoende loot om jouw potje te kunnen beginnen. Laat staan dat er 2 chests, 3 chests liggen. Openen die chests eventjes. En dan zou je, zoals je ziet, als je dit eruit krijgt, kan je gewoon prima hier je potje beginnen. Maar ik denk dat het daar niet bij gaat blijven. Want
Ik ga daar mijn theorie bespreken die ik denk dat heel erg gaat lukken. Dus we blijven eerst eventjes hier zo bij dit gebied. Maar ik denk dus dat uiteindelijk het eiland hier wel terug gaat komen. Maar dan op een andere manier als dat het er nu uitziet natuurlijk. Nog steeds, het is goed te bereiken. Je kan eigenlijk van elk moment Ludic in. Maar je hebt hier natuurlijk nog steeds dit rare ding. Ik denk dat jullie wel al weten wat er gebeurt. Want eerst konden we er niet in. Dat kan nu wel. Dat heeft Epic Games geüpdate. Want wat er nu gebeurt als je erin gaat is een soort gewoon gebounced zoals je ziet. En ja, je kan dan gewoon weer door. Dus ik zag eventjes wat steen, zodat ik dadelijk het water makkelijker uit kan komen. Maar ja, eerst konden wij daar nog niet eens in. Maar dat kan dus nu wel. Dus het zorgt nu voor een soort van bounce effect. Dus je gaat er niet dood door. Maar het zou heel erg vet zijn geweest. Want misschien komt dat nog wel. Dat zodra je hierin gaat, je misschien op een andere plek uitkomt in de map. Het zou heel erg vet zijn dat als deze ruins veranderen in ook dat soort draaikokken. Dat als je bijvoorbeeld in zo'n ruin springt of in zo'n draaikok springt. Wat ik nu doe, je misschien bij verschillende ruins uitkomt in de map. Het kan een gok zijn dat als bijvoorbeeld de cirkel aan het racen is en bijvoorbeeld deze hele kant van de map veilig zit, dus deze twee ruins, dan kan het een gok zijn dat als jij snel voor de storm weg wil komen, dat je hierin gaat. Maar dat kan dan ook betekenen dat jij in een van deze uitkomt, wat betekent dat jij in de storm terechtkomt. Dus het is een gok voor jezelf. Maar wat ik nu ga doen, is ik ga eventjes dit water uit en we gaan nu naar de nieuwe plek van waar het eiland aan het zweven is. En dan ga ik gelijk vertellen wat ik denk dat gaat gebeuren. Want Fortnite heeft de afgelopen dagen op Twitter en op Instagram deze post geplaatst. Zoals je ziet, laat ze een foto zien van het eiland met natuurlijk gewoon de positie van waar het eiland staat. En die eiland, de foto vind ik heel erg lijken of dat hij nog steeds op Ludic hangt. Maar ze teasen het op zo'n manier aan ons dat wij zo en zo al in de gaten moeten gaan houden dat er iets mee gaat gebeuren. Ik heb het zelfs ook nog getweet. Wat heeft Epic voor ons in petto? Nou, Epic heeft waarschijnlijk een nieuw live event voor ons in petto. Nou, ik ben aan het lopen hier, want ik was vanochtend, in het moment dat ik deze video opneem, was ik live. En toen was er Kubus, samen met het eiland, op deze plek. Precies waar de lama, ja, het kan geen betere timing zijn dan waar deze lama staat, jongens. De kubus met dat dingetje stond op dit moment hier. Precies op deze plek. Ik weet het nog wel, want ik was een potje, ik moest wegkomen. Toen ben ik hier omhoog gegaan. Toen moest ik hier ergens naar Dusty, waar ik precies uitkwam. Maar precies op deze plek was het. En dus op dit moment, als ik deze video opneem, het is nu 8 uur precies in de avond. En dat was om 11 uur in de ochtend of zo. Dus in die tijd is hij van dit eigenlijk al naar dit verplaatst. En dat is een aardig stukje zoals je hier op de map kunnen zien. Dus laten we daar natuurlijk naartoe lopen. Want hij is nu natuurlijk al bijna op de ruin. Ik heb ook nog geen live beeld gezien van het gebeuren van dat hij aan het verplaatsen is. Misschien dat je het ook amper ziet. Want ja, hoe ga je dit ding zien bewegen? Dat weten we natuurlijk ook niet. Wel een leuke update, wat jullie waarschijnlijk wel al weten, is dat als je nu nog steeds op de kubus schiet, geeft hij nog steeds een mooie shockwave af, zoals je ziet. Dus hij is nog steeds gevaarlijk. Maar zodra wij nu hier uitkomen, dan zien we eigenlijk al dat hij heel erg dicht bij de ruin is. Dus ik loop er naartoe en hij is eigenlijk al echt zowat, ja, hij is al in het vlak van de ruin. Dus als wij dan een beetje omheen lopen, zien wij eigenlijk al, moeten we niet omhoog gaan, dat hij bijna bij het plekje is waar hij naartoe wil komen. Want je ziet natuurlijk één plek die niet door het krachtwad gepakt wordt. En dat plekje moet precies op deze symbolen komen in de map. En dan krijg je dat project wat daar natuurlijk gezegd werd, omdat daar mini-vulkanen komen. Maar dan komt het punt waar ik het met jullie heel erg over wil hebben. En dat is dat ik denk dat er nog steeds een vulkaan gaat komen in de game. Want als wij dit plaatje kijken die Fortnite heeft getweet en er gewoon letterlijk normaal naar kijken en eventjes de kubus wegdenken, ziet het er alsnog apart uit. Maar toen ik dit plaatje voor het eerst zag en waar de mensen mee maken in de Discord chat, kunnen dit gelijk toegeven dat ik dit heb gezegd. Dat zijn Rick en Dylan en Mick als het goed is. Want als jij dit plaatje omdraait, ik zal het ook gelijk in beeld laten zien, het ziet er inderdaad apart uit. Ik ben niet de beste in Photoshop. Maar dan lijkt het toch verdomd erg om een vulkaan, jongens. Dus ik denk dat uiteindelijk dit eiland de hele map rondgaat en alle ruins activeert. En dan uiteindelijk terugkomt naar Ludic. En dan omdraait. En dan als een vulkaan terugkomt in Ludic. En Ludic een soort van verhard. Of juist gewoon water blijft om de vulkaan af te koelen of iets dergelijks. En misschien wel de kubus daar voor altijd op blijft staan. Waardoor je, als je bij de vulkaan komt, nog steeds een manier hebt om enemies uit te schakelen. Dus dat zou heel erg vet zijn. Verder is er ook nog een dingetje met skins in de game. Want zo hebben we natuurlijk de Battle Pass, die vanaf het begin van het seizoen 6 eigenlijk al te koop was. Die ons een klein dingetje uitgeeft. Want de tier 1 skin heet de Calamity. En er staat From Ranch Hand to Righteous Retribution, part of the Western World set. Maar
Als jij Calamity opzoekt in het Engels woordboek, krijg jij dit te zien. En ik zou het eventjes vertalen voor jullie, want ik heb het hier openstaan. Calamity, de betekenis van Calamity is letterlijk vertaald een evenement die zorgt voor veel damage, oftewel veel schade, stress of een enorme ramp. Dus misschien dat Fortnite onszelf al aan het teasen is met de skinnamen. Want ja, wat moet eigenlijk Calamity verder te maken hebben met heel dit dingetje. Dus ik denk dat we nog heel erg naar een heel gigantisch live event gaan kijken met z'n allen. Waar misschien uiteindelijk toch een vulkaan uit ontstaat. En waarschijnlijk toch ik niet fout heb gezeten met dat er een vulkaan aan gaat komen. Verder hebben alle dingen die in het seizoen 5 geleakt zijn over het kasteel die niet bij Pleasant Park in de buurt staat, is waar geworden. De vulkaan kan dus op dit moment ook nog waar worden. Maar dan wordt het wel eventjes afwachten, jongens. En ja, ik wilde deze video voor jullie uploaden. Omdat ik hier heel erg lang eigenlijk al aan het over nadenken ben. Dus morgen kunnen jullie eigenlijk de video van vandaag verwachten. Want het is eigenlijk een soort van breaking news. Dus ja, misschien dat als ik dit morgen upload op maandag er al heel wat anders veranderd is. Maar dan zou ik dat dan gelijk in de comments zetten. Of jullie dat kunnen zien in de livestream. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ben je nou nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan natuurlijk eventjes. En laten we dan gewoon proberen vandaag weer 500 likes te halen. Dus laten we gaan blauwe duimpje omhoog achter. En hoop jullie morgen om 3 uur weer te gaan zien bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dus tot morgen, jongens. Doei!